Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 77. Allereerst, welkom terug bij een nieuwe video. Lando Norris gaat dus een nieuw contract tekenen. We bieden gewoon hetzelfde als het eerste deel en dat is dus gelukt. Dus Lando Norris behouden we ook voor het tweede seizoen, voor het tweede seizoensdeel van seizoen 6. Heb jij trouwens de vorige aflevering gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We hadden daar voor het eerst in een heel seizoen niet de eerste plaats, want die ging naar Lando Norris. Was een leuke battle met mijn teamgenoot, dus heb jij die gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Carlos Sainz gaat na het seizoen vertrekken. Die gaat met pensioen. Wel jammer van de Spanjaard, maar goed, het is niet anders. 49 race overwinningen, we komen dichterbij. Alain Prost in de buurt, die heeft volgens mij 51 race overwinningen. Motorcomponenten gaan worden vervangen. En ja, hier dan dus het resultaat van de vorige wedstrijden. Alleen maar in Oostenrijk, tweede geworden achter Lando Norris, van die won de wedstrijd. En goed, we gaan ons opmaken voor de kwalificatie hier in Hongarije. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Op de Hungaroring verwacht ik niet al te veel. Het is geen prettig circuit om op te rijden. Zeker niet met een controller. Dus ja, ik verwacht hier niet de pole position. Misschien een derde startplek. Misschien zelfs een tweede startplek. Maar ik verwacht zeker dat Lando Norris weer toe gaat slaan. Daar waar wij het niet kunnen. We zijn op P5, maar we hebben nog geen tijd genoteerd. Klein beetje te wijd op de exit, maar we komen tot een 1.13.2 op 3/10 van Lando Norris. We zijn aanbeland bij Q2. Op de medium compound ga ik het proberen om hiermee door te kunnen komen naar Q3 toe. Nemen die eerste bocht iets te wijd, schieten ook wat door en we verliezen daar gewoon kostbare tijd. Zijn we aanbeland bij de laatste bocht in Q2, nog 11 minuten ongeveer op de klok. En we komen tot een P4 op 17e van Max Verstappen. Dat is inmiddels een P11 geworden en ik moet er dus gewoon nog een keer uit. Om veilig door te kunnen komen naar Q3. Helaas op de soft compound. Deze keer nemen wij de eerste bocht wel goed. En pakken al gelijk 3/10 op de delta. Dat is goed om te zien. Die soft compound die heeft ook gewoon meer grip. En we zetten paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. Laatste bocht. De ene laatste bocht gaat wat mis. Ik schoot daar wat rechtdoor. Maar we hielden de auto gewoon mooi op het spoor. En het is een P3 op 14e van Charles Leclerc. Die naar een P1 is gegaan. Laatste deel van de kwalificatie is aangebroken. En dan is de vraag: kunnen wij dit momentum meenemen in dit kwalificatiedeel? Of gaat Lando Norris tot een verrassing zorgen? Maar dat is allemaal na de kwalificatie. Want dan kunnen wij pas zien wie de pole pakt. En waar wij staan. Lewis Hamilton met een 1.14.0 op P3. Wij komen aan bij het DRS gedeelte. Charles Leclerc met een 1.13.7. Maar wij pakken die tijd af met een 1.13.2. Maar Norris duikt daar gewoon een volle seconde onderdoor met een 1.12.3. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft gehaald. Carlos Sainz is naar P2. En wij moeten dus nu onze laatste run in. Gaan er alles aan doen om misschien naar P2 te kunnen komen. Of zelfs nog naar die pole position. Lando Norris vindt het belletjes. Hij blijft binnen in de pitstraat. We zetten paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. Wordt dit de pole position?
Nee, we komen tekort. En het blijft een P3. Jammer, maar helaas. Dan is de vraag... Ja, we komen een tiende tekort. En vanaf P4 iedereen op een volle seconde gezet door Lando Norris. Carlos Sainz, 49.000ste langzamer dan Lando Norris. En wij verliezen het in sector 2. Een paar duizendste missen wij daar. Nou, Jeff ziet toch nog optimisme. Goed, daar gaan we dan beginnen voor carrière aflevering 77 hier in Hongarije. We starten vanaf P3. Daar gaan we dan. It's race day in Budapest as we get ready for another round of the Formula One World Championship. We don't expect too many retirements at this track. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher. He made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7 mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position. And talented Spaniard Carlos Sainz completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have the Professor, Albon, George Russell, and Gasly, Verstappen, Leclerc, Hamilton, and Daniel Kvyat. Magnussen, Ocon, Sebastian Vettel, and Delatraz, Stroll, De Vries, Nobuharu Matsushita, and Antonio Giovinazzi, Perez, Islands, Grosjean, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will... After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Momentum moeten we dus meenemen na deze race. Soft, hard is de strategie. Neem extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 77 hier in Hongarije. We starten naar P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Carlos Sainz. Ook beter weg dan Lando Norris. Maar Norris verdedigt die binnenkant heel scherp. Kunnen daar diep inremmen bij onze teamgenoot. Raken Lando. Maar P1 is veroverd. Dat is goed om te zien. Russell heeft een topstart gehad. Is naar P4 gegaan. Want Sainz heeft hem teruggepakt. Maar het is een beetje yo-yoen met elkaar. Want Russell is nu op podiumkoers. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als we daar een klein beetje rechtdoor schieten. Lando Norris heeft de druk er volop staan bij ons. En dat pas in ronde nummer 4. Er zijn nog 31 rondes te gaan. Schieten een klein beetje door, maar dat is geen probleem. We moeten gewoon de auto breed houden. Nieuwe strategie optie om in ronde nummer 9... naar binnen te gaan. Twee rondes later dan gepland. Hopen dat het dit keer wel goed uitpakt voor ons. Want in Oostenrijk liep het niet goed uit. Toen probeerden wij ook twee keer een overcut. En toen was het dus niet gelukt op Lando Norris. Daar pakte dan een klein beetje curbs. Maar dat is geen probleem. Zometeen bij het DRS gedeelte is wel een probleem. Want onze auto is gewoon bloedsnel op het rechte stuk. En we gaan ronde nummer 5 alweer in. En Lando Norris zit te kijken. Gaat via de buitenkant proberen. Is er voorbij, maar we remmen wat later dan hemzelf. Hij kan achterlangs terugkruisen en dat doet hij ook. Heeft de leiding veroverd, maar wij geven niet op. Remmen wat later en duwen hem daarbij en... de leiding weer terug veroverd in ronde nummer 5. Dat is goed om te zien. En Norris dus nog steeds op P2. Hij keek daar wel eventjes via die binnenkant. Maar hier kan je geen aanval wagen of plaatsen. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als we een slechte exit hebben en dat ziet Lando Norris, hij probeert het via die buitenkant.
Maar we remmen gewoon wat later. Laten hem daar mooi uitrollen. Norris hield er even zijn gas in. Maar dat mocht niet baten voor hem. Wij dus nog steeds aan de leiding. Norris dus nog steeds naar P2. Heeft wel dat snelste race ronde punt in handen. En als het zo eindigt, dan pakken wij weer een overwinning en moet Lando weer naar P2. Geen probleem voor ons, want ja, wij willen graag punten pakken voor het team. Norris kijkt wat naar die buitenkant toe, maar je kan hier niet zo goed en gemakkelijk inhalen. Hij probeerde het daar wel mooier via die buitenkant, maar het is dus mislukt. En Norris kan alleen maar kijken. We gaan ronde nummer 8 alweer in en George Russell en Pierre Gasly duiken naar binnen voor een eerste pitstop in ronde nummer 8 dus. En die gaan naar de harde band, denk ik. Kevin Magnussen na P5 is op die medium band gestart. En nog eens zit klem achter ons. Harde band dus voor de volgende pitstop. En Norris is dus naar binnen gegaan. Ook voor die harde band. Wij gaan nu een overcut proberen op hem. Kijken of dat nu wel lukt. Wat in Oostenrijk niet lukte. En ik denk van wel, want Norris zit in verkeer terecht. Norris zit in verkeer. En gaat hier misschien pijn van krijgen en lijden. De pitstop is 2,3 seconden. Een steady pitstop. En wij komen mooi voor Louis de Leegras en Lando Norris weer de baan op. De overcut heeft dit keer wel mooi gewerkt. Dat is goed om te zien. En nu kunnen we met nog 25 rondes te gaan hiermee de wedstrijd op uitrijden. Als er niks geks gebeurt aan de band of aan de auto. We zitten in ronde nummer 20 alweer. 10 rondes later, want voor de rest is er niet zoveel gebeurd. Norris heeft dat gat weer helemaal dichtgereden en zit binnen een seconde van ons. Het gat is 16e ongeveer. En hij gaat het misschien zo meteen proberen op start-finish. Het gat is nu 14e. 15e dus nu. Dit keer nu 13e. Dus ja, het schommelt wat heen en weer. En we moeten gewoon een goede exit hebben op dit punt. En overtakenknop en ritmix inschakelen. Trouwens, bij het volgende spel in F21 21 hebben we nog alleen maar IRS. We kunnen tijdens de wedstrijd niks aan fuel veranderen. De lean en de ridge mix is weg. We hebben dus alleen nog maar standaard. Jammer, maar helaas. Norris kan alleen maar kijken. Kan er ook gewoon naartoe rijden, maar kan niet aanvallen. We zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Als Norris daar misschien een aanval waagt. Nee, want hij zit net te ver weg. Het gat is 3/10. En ook hier kan Lando Norris niet aanvallen. Hij moet nog even geduld hebben. We moeten gewoon de auto zo breed mogelijk houden. Geen probleem met tire wear. We moeten op ze blijven letten, zegt Jeff. En we voelen gewoon de druk. George Russell zet de snelste raceronde neer met een 1.17.1 volgens mij. 1.20. Norris nog steeds binnen DRS afstand van ons. Het is daar geel in sector 2. Nee, in sector 1, dat zeg ik fout. In sector 1 is het geel. Er rijdt een Alfa Romeo stil. Dat is volgens mij Giovinazzi. Ja, Giovinazzi uitgevallen in de wedstrijd. De eerste uitvaller van de wedstrijd. Een hele late uitvaller.
Maar goed, het is wat het is. Daar kunnen wij niks aan doen. En dus mag Lando Norris hier niet inhalen. Want er hangt dus geel. Nu dus weer groen. En dus kunnen wij met nog ongeveer... Ja, wat is het? Ik weet niet hoeveel rondes nog te gaan. De wedstrijd gewoon controleren. Eerst moeten we zien aftrekken met Lando Norris. Die daar misschien via de buitenkant iets kan doen. Maar nee. Dat lukt niet. Norris kan alleen maar aanvallen. Maar kan die positie niet afnemen. Hetzelfde verhaal wat wij hadden in Oostenrijk. Dit keer is het omgedraaid. We zitten in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Norris doet daar een poging via die buitenkant. Heeft meer snelheid. Remmen wat later dan de Brit. Schieten hier wat door. En Norris kan misschien terugkruisen. Nee. Kan er ook niet kijken via die buitenkant. En dit lukt ook niet, want deze knik is voor ons. Dus Norris moet nog even geduld hebben. We zitten in ronde nummer 31 van de wedstrijd. Nog 400 te gaan. Als daar de eerste blauwe vlaggen worden gezwaaid. Voor de beide hazen van Callum Ilott en Romain Grosjean. En Ilott rijdt hier ons wel een klein beetje in de weg. Dat ziet ook Lando Norris. En dit is gewoon een knelpunt voor ons. Ilott gaat hier niet aan de kant. Vertraagt hier ook in één keer. En Norris kan kijken via die binnenkant. Maar wij blokkeren dat pad. En Norris zit er heel, heel dicht op. Raar moment met Callum Ilott. Hij moest daar gewoon al lang aan de kant. Alleen dat deed hij gewoon niet. En de volgende heet Romain Grosjean. Die kennen we van Oostenrijk. Want toen ging hij niet aan de kant. Want toen waren wij in een strijd met Lando Norris voor de raceoverwinning. Hier doet Grosjean dit ook gewoon zo oliedom. Gaat gewoon niet aan de kant. En ja, dan helpt hij hiermee Lando Norris. Alweer. Raar, raar Frans manneke is het. Maar goed, dat is zijn eigen soort. Dat had ik eigenlijk niet mogen zeggen, maar oké. Ronde nummer 34 is het. Nog één ronde te gaan. Exclusief deze dus, want deze tel ik dus niet mee. We maken een klein foutje, schieten een klein beetje rechtdoor. En Norris kan misschien hier dan een aanval wagen. Maar wij hebben onze overtakeknop aan. En we verdedigen sterk. Dus dat is gewoon al de hele wedstrijd zo. Norris kan alleen maar aanvallen en kijken. Maar kan die positie niet overpakken. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Norris heeft nog één kans. Kevin Magnussen pakt dat snelste race-honderdpunt af van Lando Norris met een 1.17.5 volgens mij. En deze kans heeft Norris verspeeld. Leuk feitje. Als wij zo eindigen, dan is het volgens mij onze derde podium met Norris en Magnussen in die volgorde. Wij winnen dus de grote prijs van Hongarije, pakken onze revanche op Lando Norris. Hij wordt dus tweede, Magnussen knap derde. Een mooi resultaat voor het team en dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van België. It's a performance to be proud of today from our Hungarian Grand Prix winners. Ant, talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. A quick look
Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Norris naar P2, Magnussen naar P3. En hij krijgt ook driver of the day. Charles Leclerc pakt de snelste race van de... Maar niet dat snelste race van de punt. Ja, ik was even in de wacht. Leclerc dus geen punt voor de snelste race ronde. Eén uitvaller Giovinazzi. Jammer voor de Italiaan. Klassement 105 punten verschil naar Lando Norris. En nog een 182 punten verschil naar Mercedes volgens mij. Maar goed, deze aflevering zit alweer op mensen. Heel snel gegaan, I know, maar ja, het is wat het is. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike hem dan. Kan er iets verbeterd worden op deze aflevering? Zet het dan onderaan de comments. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ik ga verder in België.